Na twee afgelaste wedstrijden op rij kon Jong PSV gisteravond eindelijk weer eens aantreden in de belofte eredivisie. Tegenstander het team van Heracles Almelo. Een lastige wedstrijd, maar PSV begint goed. Naya op Locadia. Die schiet, maar treft de lat boven doelman Dennis Telgenkamp van Heracles. De ploeg uit Almelo, je zou het een soort van angstgegner kunnen noemen voor Jong PSV. Vorig seizoen was het de enige ploeg die wist te winnen van de Eindhovenaren. En ook eerder dit seizoen verloor Jong PSV. In Almelo werd het toen 4-0. Hier Depay, lekker schot. Goede redding van Telgenkamp. Viert zijn 18e verjaardag vanavond Memphis Depay. En zou dat graag bekronen met een doelpunt. De bezoekers dan. Wat moeizame combinatie dit. Almu Baraki op Bruns. Lekker schot, maar ook een lekkere redding van Bertrams. Kon heerlijk naar die bovenhoek zweven en met twee vuisten de inzet van Bruns keren. Telgenkamp rost die bal weg. Op het hoofd van Stefano Marzo. Die bereikt zijn landgenoot Jason Bordouche. Die draait, die schiet, maar hij scoort niet. Wil een hoekschop, Jason Bordouche krijgt die niet van scheidsrechter Van de Graaf. Locadia op Imet Naya en die heeft de ruimte dan weer zien liggen bij Memphis Depay. Depay krijgt die bal en die houdt hem binnen. Tenminste, daar moeten we maar van uitgaan. Depay met de actie. Te Wierik is hij kwijt. Memphis Depay. Nu de mensen voor het uitkiezen. Locadia niet. Depay nog in de rebound en de lat. Bordouche dan nog. Maar dan kan die bal weggewerkt worden door Jason Davidson. En zo mag het een wonder heten dat het nog altijd 0-0 is. Depay. Met de hoekschop. En daar, Menno Koch, hij wel met de treffer. En zo zet hij Jong PSV op 1-0. En dat is dik verdiend. Big smile op het gezicht van Menno Koch. Zijn tweede treffer van het seizoen. Maar wat staat hij daar vrij, zeg. En dat is toch niet echt een jongen die je vrij moet laten met hoekschoppen. Menno Koch. Rietsmaier. Ook hij met heel veel ruimte. Nou, probeer het dan maar eens, Marcel Rietsmaier. Het schot op de vuisten van Telgenkamp. Locadia misschien dan nog, want Heracles komt er moeizaam uit. Ook hier niet. Depay pikt de bal weer op. Dit is Peter van Ooyen. Die probeert het met een heel bekeken balletje. Dat gaat net naast. En zo dus geen treffer voor de nummer 10 van Jong PSV. Verkoelen. Nog maar eens op Memphis Depay. En die verdedigers van Heracles die moeten onderhand toch weten dat dat een rechtspoot is. Maar het is hem nog niet gegund om te scoren deze avond. En zo staat het met de rust dus maar 1-0 in het voordeel van Jong PSV. Bordouche. Opent op Memphis Depay. Weer een prima opening. Daar komt Bordouche. Steekt het hele veld over. Nu die bal geven Depay. Komt hij ook. Bordouche. Lastige hoek, maar wel de treffer. En zo staat het dus 2-0. En Jason Bordouche verdient dit doelpunt vanwege die krachtsinspanning alleen al. Pikt de bal op de rechtsachterpositie op. Sprint naar voren. En met wat geluk de tweede treffer voor Jong PSV. Naya opent nu maar eens naar de andere kant. Daar staat Jason Bordouche met Gabi Diallo tegenover zich. Marzo zorgt voor de assistentie. Maar de overtreding is daar van Diallo. Scheidsrechter Van de Graaf fluit daarvoor. En dan zal het wel een terechte beslissing zijn, want Van de Graaf floot een uitstekende wedstrijd maandagavond. Telgenkamp organiseert. Natuurlijk Menno Koch weer mee naar voren. En de vrije trap komt van de voet van Marcel Rietsmaier. En die bal die gaat er ineens in. Zo dus ook een treffer voor Marcel Rietsmaier. Speelde niet een echt gelukkige wedstrijd tot dit moment. Wellicht dat dit hem over het dode punt heen helpt. Het staat in ieder geval 3-0 en de wedstrijd lijkt beslist. Bordouche, Marzo, Rietsmaier. Jong Heracles komt er in deze fase niet aan te pas. Naya op Bordouche, Marcel Rietsmaier voor zijn tweede. Knappe redding van Telgenkamp. Via de paal voorkomt hij de vierde treffer van Jong PSV en de tweede van Marcel Rietsmaier. Diallo, ook dit is weer slordig. Die bal voor Ter Horst. Dan gaat Bruns ook nog in de fout en is het Depay die dan toch kan scoren. En jawel, daar is de treffer voor Memphis Depay op zijn verjaardag. 4-0 voor Jong PSV. Zesde treffer van het seizoen voor Memphis Depay. Jong PSV wint met 4-0 van Heracles Almelo en doet goede zaken op de ranglijst.
dit de andere uitslagen van maandagavond. En daar zitten wel wat verrassingen tussen. Ajax wint met liefst 7-0 bij ADO Den Haag. Nummer 2 FC Groningen verspeelt thuis punten tegen Sparta. Koploper Twente verliest van Feyenoord Excelsior. AZ wint van Utrecht. En NEC FC Os wint voor de tweede maal dit seizoen. De Graafschap is het slachtoffer. Dit de stand. PSV kruipt dichter bij de koplopers Twente en Groningen. Het heeft 28 punten uit 15 wedstrijden. U ziet een sterretje daar bij Heracles. Die ploeg kon op 30 januari niet genoeg spelers op de been brengen voor de wedstrijd tegen AZ. Kwam niet opdagen en kreeg van de KNVB 3 punten in mindering. Dan de topscorers. Jurgen Locadia scoorde niet en blijft staan op 10. Marcel Rietsmaier plus 1 komt op 6. Hetzelfde geldt voor Memphis Depay. Jason Bourdouche maakte zijn vijfde en Menno Koch maakte gisteren zijn tweede treffer.